Het is dus eigenlijk een heel algemeen, een heel beschouwend artikel. Maar je quote mij. Ja, heer. De Fiat gaat uit van schuld omdat je als eigenaar-directeur nu eenmaal eindverantwoordelijk bent, ook al wist je aantoonbaar van niets. Ja, die quote dekt de lading van het artikel nou eenmaal. Ja. Maar, volgende alinea, bekijk ik het meteen van de andere kant, dat de Fiat eigenlijk geen andere keuze heeft dan een bedrijf meteen te bevriezen en de directie door te lichten. Lieverd, je hoeft het niet te doen, hè? Ik wil niet dat ze jouw integriteit in twijfel kunnen trekken. Nee, maar dit is ook gewoon een maatschappelijke kwestie waar mensen heel weinig vanaf weten. En natuurlijk is het heel belangrijk dat mijn onafhankelijkheid als journalist onbetwist is. Het is ook niet per se een artikel pro jou. Echt niet. En ik wil het heel graag nu afmaken. Ik heb namelijk een deadline, want ik heb met het Spectrum afgesproken dat ze het morgen al plaatsen.